dames en heren. Op zondag 13 september reikte de burgemeester van Zomeren van Geemert-Bakel een koninklijke onderscheiding uit aan Paula Herkens van Vossenberg uit Handel. Dit gebeurde tijdens de receptie ter ere van het 50-jarig bestaan van toneelgroep De Kern. Mevrouw Herkens van de Vossenberg is reeds 50 jaar betrokken bij de toneelgroep De Kern. Ze is medeoprichter en was 25 jaar penningmeester en is steeds actief als vrijwilligster. Ze bemant onder andere het Kernpunt, maakt kleding voor voorstellingen en begeleidt de jeugd. Na zijn toespraak reikte de burgemeester de versiersel uit die horen tot de benoeming van lid in de Orde van Oranje Nassau. De onderscheiding is een waardering voor het geheel van het maatschappelijke en bestuurlijke inzet van mevrouw Hermkens van de Vossenberg. En daarom nu toch even, officieel, geachte mevrouw Hermkens van de Vossenberg. Tot mijn grote vreugde kan ik u meedelen dat gelet op de aard, de duur, de uitstraling en de betekenis van uw activiteiten, het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd. Mevrouw Paulina Gertruda Maria Hermkens van de Vossenberg te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau.